Citroen, sorbetijs, yoghurtijs, bosvruchten, Friese Duemkes roomijs of amandelroomijs. Het water loopt je al in de mond bij het horen van deze namen alleen al. En met enkele warme dagen voor de deur kun je bijna niet wachten om je tanden in die heerlijke ijskoude lekkernij te zetten. Bakker Henk van der Heijden, bankier Jos Blom en marketeer Niels Groteboer delen een passie voor ijs en hebben een eigen ijsfabriek opgezet in Surhuisterveen, waar zij ambachtelijk ijs maken van biologische melk. Had je zomer in een ijsfabriek? Ja. Hoe hebben we het kunnen uitzoeken? Ja, een beter moment kan je eigenlijk niet kiezen. Nee. Toptijden nu voor jullie? Kan ik zeker zeggen, ja. We hebben het echt onwijs druk. We werken 7 dagen in de week. En ik denk al 84 dagen achter elkaar. Wat voor ijs hebben jullie en waar onderscheiden jullie je mee? Nou ja, we hebben verschillende soorten ijs. Hè. We leveren ijs aan ijssalons, maar ook aan ijsfietsen. Maar we maken ook ijs voor ijssalons. Die het gewoon wegscheppen. Net zoals de verschillende... zou ik het zeggen. Verschillende winkels die je wel ziet, ijssalons. Maar we maken ook heel veel voor de retail en dat is vooral onze core business. Dus daar hebben wij ons zeg maar echt op gefocust. Ja. IJs, maar het is ook ijs wat een heel lokaal karakter heeft, hè? Qua ingrediënten en dergelijke. Dat klopt, ja. We halen de melk bij de boer hier om de hoek. Dus echt op 2 minuten lopen. Daar halen we het zelf vandaan. We hebben een biologische boer en een niet-biologische boer. Dat is ook een van de onderscheidende factoren. We kunnen dus bio maken en niet bio. En dat maakt het eigenlijk heel onderscheidend ten opzichte van anderen wellicht. Voor mij is ijs, ja, melk en er wat doorheen. Maar zo is het niet, hè? Nou, zo is het niet helemaal. Hè. Je haalt wel inderdaad, de melk is wel natuurlijk een belangrijk bestanddeel van ijs, althans van roomijs. Daar voeg je suikers aan toe, dextroses, je maakt er echt een soort mix van. En je mix is dan de basis. En met die basis ga je dan aan de slag om er smaken aan toe te voegen en er echt een ijsje van te maken. Maar je hebt natuurlijk ook andere soorten ijs. Op basis van sorbet bijvoorbeeld, dat is vooral water en suiker en bijvoorbeeld een aardbei of een citroen. Waardoor je zeg maar weer een heel ander type ijsje hebt. Werken aan dit soort concepten, nieuwe smaken maken, dat is met elkaar om tafel gaan zitten en smaken. Hoe gaat dat eigenlijk zijn werk? Ben ik heel nieuwsgierig naar. Nou, dat is denk ik wel een goede vraag. Hè? Als je dan zo'n concepthouder hebt bijvoorbeeld, die komt dan bij ons en die zegt, nou, we hebben een mooi bakje gemaakt of een mooie verpakking. Ja. Maar er moet een ijsje in. En hebben ze dan wel gedachten over. Maar in de kern is het al zo dat we met elkaar gaan ontwikkelen. En zorgen dat we komen tot een nieuwe smaak of tot een nieuw ijsje. En dat doen we eigenlijk gewoon samen. Nou, hier staan hele indrukwekkende machines die volgens mij heerlijk ijs maken. Ja. En ik kan het thuis ook, want er komen steeds meer van die apparaten op de markt. Ja, nee, natuurlijk. En ik zou zeggen, ik daag iedereen uit om dat ook vooral te doen. Ja. En als ze het dan zeg maar professioneel willen wegzetten, dan kunnen ze zich bij ons melden en dan kunnen we ze helpen. En mocht je tijdens die warme dagen geen zin hebben om erop uit te gaan om een ijsje te scoren, laat je toch gewoon per scooter thuis bezorgen. Wat dacht je? Er worden pizza's bezorgd, er worden andere eten bezorgd, maar ijs nog niet. Ik stap in die markt. Ja, ik spring graag in een nieuwe avontuur. Is er nog niet, dus ik denk van ja, een nieuwe uitdaging. Ja. En je kan natuurlijk een bezorgdienst beginnen, maar je moet ook wat hebben te bezorgen. In dit geval ijs. Hoe is het allemaal in zijn werk gegaan? Hoe ben je eraan gekomen? Dat is een heel lang verhaal. Ik wou al heel graag een eigen bedrijf oprichten, maar ik wist niet wat. En toen ben ik gaan zoeken en ik kwam er maar niet op. En toen dacht ik van ik laat het gewoon om afkomen en vrij gauw kwam ik op dit, op ijs. Dan heb ik zin in een ijsje en wat ik daar gezien heb in Surhuisterveen was heel lekker. Dan kan jij bezorgen, maar hoe gaat het nou in zijn werk? Nou, je kan via mijn webshop kan je het bestellen. En heel simpel, of je kan bellen en dan kom ik het brengen op scooter. Elektrische scooter. Hoi. Alsjeblieft. Ja, super. Dankjewel. Dat is zeer welkom. Heb je onderweg ook wel een trek zelf in een ijsje? Helaas wel, ja. Ik eet dagelijks wel een aantal bakjes ijs. Oh, je bent zelf ook wel een aardige afnemer. Ja, zeker, zeker.